gezelligheid maak je zelf. En aangezien ik zeg altijd maar een oude Jordanees ben, die houden van zulke soort gordijnen. He, want die zie je eigenlijk niet meer in de buurt. Want ik ben pas naar de Jordaan geweest en dan zie je zulke soort gordijnen. Dan denk ik, nou daar woont de Jordanees en daar woont er een en daar woont er geen een, weet je wel. Ja, mijn kinderen hebben dat ook allemaal niet. Oké. Okay. Ik kwam in de buurt, even kijken, dan moet ik even denken, want mijn jongste dochter is in 71 geboren. En ik kwam in de Hazenbroekstraat daar op het pleintje op 84 en toen was ik zwanger. Dus die is in de Hazenbroekstraat, tenminste in de 2G, maar ik woonde in de Hazenbroek. Dus toen ben ik, nou dat is dan in 71 en daarvoor, dus zeg in 70 dan. Ik woon in dit straatje nu zeg maar 42 jaar. Ik ben Roxanne Post. Ik kom uit Amsterdam, geboren en getogen. Mijn ouders wonen in Oud-Zuid en daar heb ik mijn hele leven gewoond. Ik ben ook in Amsterdam heb ik op school gezeten, op het Barlees Gymnasium bij de Leidseplein. En dat was heel erg leuk. En daar heb ik mijn twee huisgenoten ook leren kennen. Het huis is gekocht in augustus en toen hebben we in een maand geprobeerd alles te verbouwen, want er moest een vloer in en een keuken en deze muur moest hier neergezet worden. Dus we wonen er vanaf begin september eigenlijk. Ja. Het idee is hier dat ik er wel de komende 15 jaar ga wonen en dus ook waarschijnlijk ga samenwonen en eerste kinderen omdat het meerdere slaapkamers heeft. En toen is de makelaar gaan kijken naar wat leuke buurten waren in Amsterdam. En daar kwam deze buurt uit en Nieuw-Zuid kwam daar uit. En de pijp en de Jordaan was al te duur, plus niet handig voor auto's en kindvriendelijk. En dat was dan al te veel verjupt. En hij zei dat dit een hele goede investering was, omdat het veel potentie had en de komende 10 jaar allemaal goed zou groeien. Dus toen hebben we een beetje in die buurt gekeken en toen kwamen we hier uiteindelijk uit. Nou, het is inderdaad wel veranderd qua mensen die met elkaar om. Tenminste, ik ging nooit, tenminste wel praatje met de buren, maar ik zat er niet op de koffie, weet je wel. Maar die praten met die en die praten met die en dat is veranderd, want soms denk ik, he, want ik zag gisteren toevallig uit nummer 10 uit het huisje een vrouwtje komen. En ik denk, oh, weer een ander. Het is anders dan uit Zuid, waar ik ben opgegroeid. Dat is namelijk totaal de andere kant van de Juppop. Dus ik vind het is veel levendiger en je ziet veel meer mensen op straat. En er zitten hier nog echte kruidenierswinkels en echte normale winkels. Terwijl alles in oud Zuid wat ik ken eigenlijk niet eens meer normaal te noemen is. Dus ik vind het een hele fijne verandering en ik ben er echt heel blij mee. Ik zie nog wel oude buurtjes die naar dat nieuwe gedeelte op het pleintje zijn gegaan. En die zie ik nog wel. En verder voor de rest zijn het eigenlijk allemaal mensen, ja. Een ander, ja, niet een ander slag, maar. Vind je het jammer? Ja, eigenlijk wel. Want ik vind het wel gezellig als je zo, hè, want hiernaast had ik ook zo'n leuke vrouw. Ja, er woont namelijk een jongen alleen. Het maakt niet uit, maar ja, die werken ook. Die hebben ook geen zin om met de buurvrouw te komen lullen. Jongens, kennen wij mensen in Oud-West? Die hier dichtbij zitten? Ah, hun vriendjes ja, trouwens. Ik ken heel veel mensen in Oud-West. Nou, zij kennen heel veel mensen. Dan hier. Ja, ja, maar ja, de concreet dichtbij. Maxime, ja, en hun best twee vriendjes. Thuis dus. Op de Kinkerstraat gewoon. Ja, ja, ja. Dus dat. Kijk, voor mij is het leuk. Ik vind het jammer dat de verscheidenheid ten koste gaat van de verjupping. Maar
hoewel het nadelen heeft, geeft het ook voordelen. Want er komen ook leukere tentjes en er voor gezellig om met gezinnen te eten in plaats van de coffeeshops die hier en daar nog rondzwerven. Dus in mijn opzicht zou ik het niet erg vinden als een paar van die snackbarren en coffeeshops plaatsmaken voor leuke eetentjes. Maar ik hoef ook niet dat super biologisch, ecologische hipster met koffie voor 4 euro. Dat hoeft voor mij ook niet. Maar ik zelf vind het niet erg. Aangezien ik later waarschijnlijk ook jup word. Ja. Zelf, hè, maar dat is mijn persoonlijke mening natuurlijk. Ik zou hier niet weg willen. Ik zou het ook jammer vinden als, zeg bijvoorbeeld, dat ze wel het helemaal leeg willen hebben, dat huisje. Dat ik naar een ander huisje zou moeten. Maar wel in de buurt, maar dan ga ik niet terug. Maar ik zou dat wel jammer vinden, want ik, ja, voor mij is de Van Effenstraat, ja, dat is mijn wereldje. Ik vind het heerlijk hier. Nou, zelfs mijn oudste dochter zegt, mam, je kan hier rustig in Almere komen wonen, maar ik weet zeker dat je hier een paar weken woont en dat we hier in Amsterdam moeten begraven. Even de tuin in gaan, gezellig. Als ik binnen niks meer kan frutselen, doe ik het in de tuin.